Als je denkt dat maar van Verstappen snel gaat, dan heb je nog niet de naam van onze razende reporter Aaron Dekkers gehoord. Hij was gisteren nog in Jeddah. Hij is overmorgen in Abu Dhabi, maar hij heeft nu gewoon even een, uh, een vliegtuig genomen en even een pit opgenomen. Aaron, prachtige omgeving. Waar ben je nu? Ja, inderdaad. Misschien moet ik er wel een klein beetje meer nog laten zien, toch? Jezus. Jaloersmakend. Het ziet er ook niet echt uit als min 3 of zo. Ja. <laughs> Sorry, wat zeg je? Ik zeg, het ziet er ook niet echt uit als op min 3, alsof het min 3 is. Nee, nee, nee. Ik moet heel eerlijk zeggen dat het hier uh, lekker frisjes is: een uh, graadje of twintig. Dus dat is uh, prima. En uh, Een stuk beter dan in uh, Jeddah, moet ik zeggen. Daar was het wel echt heel warm. Hier in uh, Riyadh, waar we nu zijn. Een andere stad, natuurlijk, de hoofdstad van uh, Saudi-Arabië. Want hier vindt namelijk uh, ja, de vierde Formule E. De E Grand Prix moet ik natuurlijk zeggen plaats in januari. Nou, we kregen een uitnodiging van de organisatie van de Formule E-organisatie, ook om hier bezig te zijn. Alberto Longo, een van de oprichters van de Formule E. Die was hier ook aanwezig. Dus uh, ja, we hebben een paar leuke interviews daarmee gedaan. Die gaan jullie in de komende weken ook zeker terugzien uh, op, uh, op onze site natuurlijk. Um, ja, vandaag zijn we hier op, op uitnodiging van de organisatie. We zijn natuurlijk redelijk in de buurt. De stad zei dus het inderdaad, van, nou, we hebben natuurlijk een Nederlandse wereldkampioen. In de naam van uh, Nick de Vries, Robin Freins, en andere Nederlander die natuurlijk deelneemt. Dus daardoor is het heel interessant natuurlijk om hier eens een kijkje te nemen. En uh, ja, het is mooi om te zien het enthousiasme van de Formule 1-mensen. Ze zijn natuurlijk nog steeds een groeiende sport. Uh, ja, dat maakt het toch wel leuk om hier te zijn Dus uh, daar hebben we leuke interviewtjes gemaakt Die we de komende week ook zeker gaan uitzenden Je bent dan nu in, in Riyadh Als ik me niet vergis, dan is daar ergens halverwege januari Is daar dan uh, een uh, Formule E race Wat zijn ze dan nu al aan het doen Om het al een beetje in goede banen te leiden Over na zeg, dik, twee, of ja, dikke maand Nou ja, ik kan misschien wel een klein beetje hier laten zien Je ziet denk ik al wel heel wat ijskranen Ja, Zandvoort vibes ja, het circuit is hier natuurlijk al een tijdje klaar. En de Formule E werkt er toch ook zo. Dat bijvoorbeeld het asfalt, uh, dat is twee keer gedaan. En dat wordt nu niet meer vervangen. Want het moet hier natuurlijk allemaal uh, erom gaan dat alles zo lang mogelijk meegaat. Duurzaamheid, dat is natuurlijk Formule E. Dus ook het asfalt, het is niet dat het telkens weer opnieuw wordt gelegd. Dat men nu, voor de komende jaren, moet het gewoon in orde zijn. En uh, je ziet wel hier omheen heel veel hotels. Alles staat natuurlijk in het teken van het 2030-project uh, hier in. Uh, Saudi-Arabië en de 2030 Vision, de visie die men hier heeft. Dat betekent ook dat men toerisme hier naartoe wil halen. En daarom zijn ze dus heel veel hotels en dergelijke aan het maken. Om juist dit soort prachtige locaties zoals je achter mij ziet, ja, die brengen ze dus beter in beeld. Daar kun je dadelijk als fan zijnde, als uh, toerist zijnde naartoe. Dus het is heel mooi om te zien hoe de Formule E en ook de Formule 1 daarin een rol spelen. Om uh, ja, een verandering te maken. Uh, de andere dag sprak ik bijvoorbeeld een Hongaarse journalist, Xander. En die zijn we ook in het communisme. Daar stapte natuurlijk Hongarije uiteindelijk uit. Daar kwam Formule 1 race. Het was het eerste land dat eigenlijk die Formule 1 race kreeg die uit het communisme was gestapt. Of het eigenlijk misschien nog net erin zat. En in ieder geval gaat het er wel om dat de Formule 1 daar een verandering heeft gebracht. Want hij zei in die tijd, daar zeiden veel mensen inderdaad ook van, hey, je moet niet naar Hongarije gaan, want daar is het nog helemaal niet goed uh, qua cultuur, zeg maar, hoe alles geregeld is. Nou, dat is natuurlijk hier de discussie in Saudi-Arabië ook. Ja, iemand als hij natuurlijk, met veel ervaring, die laat zien van het kan wel degelijk een verandering brengen. Nou, dat is ook wat ze hier proberen. Formule E, Formule 1. En uh, ja, dat is heel interessant om te zien. Dat ook uh, op cultuurgebied hier in een paar jaar tijd uh, heel veel veranderd is. Klein voorbeeldje, gisteren zaten we in het restaurant met een man of twintig aan de tafel. Vrouwen en mannen door elkaar. Uh, het ging allemaal prima. Nou, twee of twee, tweeënhalf jaar terug mocht dat dus nog niet. Dan moest de vrouw nog apart eten. Dus je ziet heel snel... Uh, heel veel veranderingen hier ook qua cultuur. En daar helpen deze evenementen ook aan mee. Dus het is interessant om, om ook dat een keertje van dichtbij te zien. En uh, de bijdrage van de autosport ook op een groter toneel. Als ik tegen jou zeg, Formule E Eindhoven, wat zeg jij dan? Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn als het ooit lukt. Hè? Het is natuurlijk heel, uh, het is heel moeilijk om op een kalender te komen. Dat zie je ook al bij de Formule 1. Uh, ja, we hebben natuurlijk ook uh, hier de, de directeur gesproken, Alberto Longo, daarover. Dus die gaat er iets meer over zeggen. Maar het is natuurlijk wel het doel van Nederland en natuurlijk ook Eindhoven om uiteindelijk een e prie te or kunnen organiseren. Ja, wanneer het gaat lukken of het gaat lukken, het is nog steeds niet bekend. Maar het is wel duidelijk dat men het uh, aan het proberen is. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als het dadelijk ook op de kalender komt. Want ja, net wat we eerder hebben aangehaald, wat jij ook al zei, we hebben Nick de Vries. Robin Freins, dus het zou juist zo mooi zijn wanneer we ook een eigen e hadden. En zeker in Nederland. We zijn ook een land dat zich juist zo richt op duurzaamheid. Dus ja, ook bij ons in het rijtje zou het automatisch passen. Misschien dat er niet een hele cultuuromslag bij ons nog hoeft gemaakt te worden. Maar op het gebied van duurzaamheid zou een evenement als dit natuurlijk perfect passen. En uh, ja, dat zou mooi zijn. Ik denk ook in een stad als Eindhoven, hè, het is toch gewoon een, uh, een tech-stad. Dus wat dat betreft zou het natuurlijk prachtig zijn als het uiteindelijk gaat lukken. Waar ergens zou dat dan zijn in Eindhoven? Ik zit even na te denken, want wij zitten met Racing, nu zitten we ook in Eindhoven. Het zou best vet zijn als ze gewoon eens op de torenallee, uh, gewoon vol voorbij zessen. Ja. ja, inderdaad. Ja. Ja, je ziet het natuurlijk overal, ook hier rijdt men in de stad, in Rome rijdt men in de stad. Dus het zou natuurlijk prachtig zijn als het ze zou lukken uiteindelijk om een race te krijgen en te kunnen organiseren in de stad. Maar ja, dat zijn natuurlijk dingen, ja, dan moeten we afwachten of het gaat gebeuren. Maar het zou denk ik wel echt super vet zijn voor de fans, voor de racefans, om zoiets mee te maken ja, nou goed, Aaron, ik zou zeggen ga nog even daar genieten, neem hopelijk van het weer ooit wat mee, uh, lekker hier naar Nederland terug en uh, ja veilige vlucht. want we spreken je al binnenkort, want uh, wanneer vlieg je naar Abu Dhabi? Ik vertrek morgen naar Abu Dhabi en uh, ik denk dat wij elkaar vrijdag weer eens uh, gaan spreken over alles wat er bezig is, of misschien donderdag al wel, want dat zijn natuurlijk alweer de persconferentie en het wordt me een weekendje, denk je niet? Nou ja, goed, het, het schijnt dat er een wereldkampioenschap op het spel staat, dus we gaan het zien. Ai Aaron, ga lekker genieten van het weer en neem er nog eentje van ons en dan spreken we elkaar binnenkort weer. Hey, hey. Nou goed, tot zover even deze update vanuit Riyadh in Saoedi-Arabië. Nou, blijf via racingnews 365nl op de hoogte. En je kan je altijd abonneren op dit kanaal en even liken. En dan zien we je de volgende weer. Tot de volgende.